Ja, onwijs verrast. En ik had het nooit gedacht. Het was sowieso natuurlijk een heel raar havendiner. En dan dit, ja, dat maakte het wel heel bijzonder. Wanneer had je door dat het over jou ging? Nou, ik dacht op een gegeven moment, dacht ik wel van nou, het moet iemand van de directie van de haven zijn. Toen dacht ik nog Michiel. En toen op een gegeven moment, nou, toen hij wat verder ging, toen dacht ik, nou, nu denk ik dat ik ben. Je hebt de achterkant veel bekeken, hè, van de penning. Er staan drie woorden op. Kan je die even hardop noemen? Kan je de penning even pakken? Ja. Even zeggen wat er achterop staat. Ja, de woorden zijn, dat moet ik altijd even goed lezen, ja. K is van kompas, J van joviaal en de O van ontstormen. Kan je erin vinden? Ik kan er heel goed in vinden. Ja? Ja. Dus wat doe je nou als je straks thuis komt en je komt met die penning binnen? Wat gebeurt er dan? Ja, ik denk dat ze het niet geloven. Nee. Ze zeggen altijd dat oude mannen die penning krijgen als ze bijna klaar zijn. Oké. Okay. Ja. Nou goed, ik heb door zo te zien dat je geëmotioneerd bent. Ja. Nou ja, ja, je werkt al lang in die haven. En er zijn veel mensen die je al lang kent die penning hebben. En nou, het is wel bijzonder om dan daarbij te horen. Ja. Oké, dus ik hoef niet meer de vraag te stellen, hoe voel je je om in dit rijtje te staan? Nou, bijzonder. Ja. Bijzonder. En ook nog op de 75ste verjaardag van het Havengildenbeleid. Ja. En Amport. En Amport, ja. Oké, okay, nou nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Heel goed. Ja.